Hallo kijkers van Harme Frodo en welkom bij seizoen 2, aflevering 18 van Mannen lezen de vrouw. Oké, ik heb hem hier. Op de voorkant staat Fashion for a Prix. Dat gaan we natuurlijk niet doen. We hebben op dit moment veel belangrijker nieuws te bespreken. Het is weliswaar woensdag om 4 uur waarom altijd Mannen lezen de vrouw online komt. En dit is ook Mannen lezen de vrouw. Maar het is even tijd om met jullie wat te bespreken over het nieuws van deze week. Natuurlijk, als je met mij praat over het nieuws, praten we wel even in dubsmashvorm. Want volgens mij vinden jullie dat ontzettend leuk. Tenminste, dat zie ik aan de support van de vorige afleveringen. Dus we moeten het toch even hebben over waarom ik hier nu thuis zit. Ik ben bij heel veel andere YouTubers langs geweest en ik heb gevraagd als de corona uitbreekt. Mag ik dan bij jou? En ik heb gevraagd als ik dan in thuisquarantaine moet. Mag ik dan bij jou? En ik heb gevraagd als ik dan niet meer naar school mag, omdat het daar te gevaarlijk is met dat hele virus. Mag ik dan bij jou schuilen als het nergens anders kan? Tot mijn grote verbazing was er geen enkele YouTuber die zei: kom wanneer je wilt, ik hou een kamer voor je vrij. Maar ja, het is natuurlijk ook een heftige tijd. Als ik een beetje denk aan corona, dan denk ik natuurlijk ook aan, dan denk ik aan Brabant, want daar brandt nog licht. Mochten er trouwens nog andere YouTubers zijn die in thuisquarantaine moeten, maar geen zin hebben om thuis in thuisquarantaine te moeten. Kom wanneer je wilt, ik hou een kamer voor je vrij. Maar ja, eigenlijk, het is niet echt iets nieuws. Iedereen zag het aankomen en de dag die je wist dat zou komen is eindelijk hier. En ik moet zeggen, ik ben niet echt een fan van deze hele thuisquarantaine shit. Want nu moet ik de hele tijd hier thuis zijn en saaie dingen doen. En ja, er zijn genoeg dingen die ik kan doen, zoals video's opnemen voor jullie de kijkers. Maar ja, ik mis ook gewoon alle mensen op school. Ik mis Lucas en Noah Sambrink en de mensen die lang zijn gekomen voor mijn podcast. En zo, die mis ik eigenlijk allemaal. Dus ja, het is ook gewoon niet zo leuk eigenlijk. Trouwens, als je het hebt over het Koningslied, waar ik net even een stukje uit gebruikt heb. Dat is eigenlijk helemaal geen handig lied in zo'n quarantainetijdperk. Want er staat letterlijk Bruno Bruin, zij zelf, allemaal een beetje afstand houden. En in het Koningslied staat de B van Willem is de B van wij. Heel oranje staat zij aan zij. En Mark Rutte zei geen handen meer geven. En in het Koningslied zingen ze met mijn blote handen, houden bij jou vandaan. Ik moet zeggen dat als je een dijk bouwt met je blote handen, het misschien niet zo heel handig is om daarna weer dingen te zeggen zoals ik zal maken als jij slaat. Ik behoed je voor de storm. Nou, dat was in ieder geval de dubsmash quarantaine nieuws. Dan gaan we verder met nog wel interessante dingen. Het blad staat soms vol met een hele hoop columns die best wel een verhaal hebben wat heftig is en zo. Dat vertel ik meestal niet. Maar deze vond ik op zich wel interessant. Hier staat boven, ik geloof wat ik wil. Ik dacht eerst dat het over religie zou gaan, maar het gaat over UFO's en dat soort dingen. En het gaat over iemand die er gewoon in gelooft dat UFO's wel bestaan. Echt, dat is best wel interessant hoor. Hier, dat ruimteschepen. Ik geloof dat ruimteschepen bestaan. Dat noemen we dan UFO's, oftewel niet geïdentificeerde vliegende voorwerpen. Ik heb ze zelf gezien in de vorm van cloudships. Dat zijn energieën in de vorm van een wolk die er als een ruimteschip uitziet. Ik moet zeggen, ik ben daar dus heel kritisch op sinds het filmpje van Dylan Hagens over UFO-wolken. Moet je dat nooit, als je dat nooit gezien hebt, hè, moet je eens gewoon opzoeken Dylan Hagens UFO-wolken. Dat is het allereerste filmpje wat hij in zijn leven gemaakt heeft. Maar hij sloeg de plank wel echt op de juiste plek. Want ik geloof niet dat iets zoals UFO-wolken serieus bestaan en zo. En als je een wolk ziet en denkt, wow, daarin zit een UFO, dan zou ik toch, ja. Ik vond dit er trouwens ook doodeng uitzien. Dat je gewoon in een soort groen bos aan het staan bent om naar UFO's te kijken. Dan snap ik wel waarom je erin gelooft of zo. Dit blad gaat natuurlijk ook altijd over vrouwenproblemen. Hier, dan is er iemand die is veel ouder dan dat mensen haar schatten. Ik heb dat vaak juist andersom. Mensen schatten mij altijd een stuk jonger.
Als ik dan tegen mensen... Oh, dat is echt een geweldig verhaal trouwens. Zit ik in een wiskundeflexuur. Dat is zo'n uur dat je zelf mag intekenen. En dan zit ik een beetje lol te trappen. Soms een beetje irritant te doen. Of even er expres doorheen te praten. En dan uiteindelijk raak ik in gesprek met iemand net een paar tafeltjes verderop. En zo die even denken van... Hé, dat is best wel een bijzondere jongen of zo. En dan vraagt ze uiteindelijk hoe oud ben je eigenlijk? Zeg ik ja, 16. Ik zit in HAVO 5. En dan kijkt ze me opeens zo aan van... Hallo, jij in HAVO 5? Terwijl het is echt zo, ik ben 16, geboren op 1 april 2003. Ik ben bijna 17, dus het is echt niet heel raar dat ik in HAVO 5 zit. Maar mensen schatten me gewoon altijd jonger. Maar hier ging het over iemand die ouder is, ja, die werd ook jonger geschat dus. Dus werd er gevraagd, hoe oud ben je, 38 of 39? Zegt ze, nee, ik ben 51. Zegt diegene terug? Nee, nu even serieus. Zegt ze, er is niemand, geen enkele vrouw boven de 25 die zichzelf ouder liegt. En dat vond ik zo'n top comment, echt gewoon underrated. Dan staat op de achterkant nog een heel verhaal over iemand die het idee heeft dat haar vader niet haar echte vader was. En ik vraag me altijd af, hoe kan je daar überhaupt ooit achter komen? Want je groeit natuurlijk altijd op met het idee van, dit is mijn vader. En... degene die voor jou het meest als man een voorbeeldfunctie is, dat is vaak degene die je ziet als vader. In de serie Designated Survivor, dan hebben ze uiteindelijk ook zo dat dan is de vraag of de president in die serie wel echt de vader is van dat kind. En dan zegt hij, ja, zelfs als die DNA-test straks aangeeft dat ik niet echt je vader ben, ik ben toch altijd je vader geweest, dus er gaat echt niks veranderen. En dan denk ik altijd, ja, dat is ook weer zo. Dus het is eigenlijk altijd onzin dat mensen zo... eindeloos om een DNA-test aan het vragen zijn. Nou, tenminste, ik kan het ook wel begrijpen. En zo, maar uiteindelijk degene die er gewoon het meest voelt als zo, dan is ook wel een beetje zo. In ieder geval, heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. Ik ga ervan uit dat jullie in deze coronavakantie allemaal een stuk meer tijd hebben om mijn filmpjes terug te kijken. Mochten jullie dat willen doen, er staan nog meer dan 500 filmpjes op mijn YouTube-kanaal. Dus je kan bijvoorbeeld de hele playlist van Mannen Lezen de Vrouw terugkijken. Echt vooral aflevering 1 en zo goud, vind ik zelf dan. Je kan De Adelaar is Geland volledig terugkijken. En na het tweede seizoen van Mannen Lezen de Vrouw, dat is dus bijna al, begint een nieuw seizoen van Frodo Reageert. Dus dat is op zich ook wel leuk om te gaan checken, denk ik. En dan wil ik jullie nu allemaal bedanken voor het kijken naar deze video. En dan zie ik jullie allemaal hopelijk weer bij een volgende video. En dan zeg ik tot ziens, tot later!